Hey, hallo en welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag spelen wij weer heel erg mooi Minecraft. En ik had een polletje waarin gestemd kon worden of mijn microfoon ruis had, ja of nee. Blijkbaar niet, in mijn editprogramma heb ik er nogal wat last van, maar kennelijk is dat dan maar gewoon zo. Vandaag, dat is wel heel erg mooi. Vandaag, ja, jullie zien het al. Vandaag gaan wij verder aan de, gaan we eigenlijk beginnen aan de automatische farms. Ik heb alleen eventjes het systeem gebouwd. Het systeem niet eens, de grote. God, ik haat Endermans, hè. Ik haat Endermans zo erg. Ik heb hier een paal gemaakt met een ladder en ik heb het gedupliceerd hieronder met overal al lampjes. Hier mist een stuk steen, daar was ik niet van op de hoogte. Dit heb ik allemaal uitgegraven, dit duurde extreem lang. Dat is zo. Oh jee, maar daar gaat Minecraft. Daar ben ik behoorlijk lang mee bezig geweest. En het is vandaag tijd om het redstone systeem te maken. En eigenlijk, voor in de video's helemaal mee te beginnen. Ik ben een beetje redstone tegengekomen. Dat vind ik een nogal wonder, want ik zit hier niet dicht bij nul. Er zat een klein beetje redstone in. Voor de rest heb ik nog flink gemined. Wat we sowieso even gaan doen. Ik weet nog niet zeker hoe ik het ga doen met de lever verstoppen en zo. We moeten ook nog allemaal buckets met water regelen. Maar ik ga nu in ieder geval eventjes de redstone regelen. Geen idee waarom ik hier ook nog redstone neerleg. Deze moet hier weg. Dit cannot. Zo. Klop. Dan ben ik benieuwd wat er gebeurt als ik... Ik heb ook echt geen liever, hè. Ik heb ook sinds deze aflevering heb ik mijn klopkap weer op mijn mic zitten. Ik hoop dat dat ook dingen verbetert. Was dat zo? Nee, het was zo hendel, hè. Ja. Moet ik hem precies wel even maken als het even kan. Dat helpt. En dan wil ik even weten hoe ver het signaal komt, want... Zo. Als ik hem nu hierop plak, dan werkt het mooi. Zo. Dan geeft het signaal overal door, dus we hebben geen versterkers nodig. Heb ik... Serieus, die repeaters voor echt gewoon voor saus gemaakt. Zo. Nou, dan werkt dat in ieder geval. Laat ik hem even uit. En dan moeten we nu heel veel buckets en water regelen. Ik had niet verwacht dat die dieren zo veel stinklawaai zouden maken. Dat vind ik heel erg. En dat vind ik heel erg allemaal. Zo, hebben we iron nodig. Waar heb ik mijn iron? Hier. Even denken, we hebben 6 dispensers per rij. Dus we hebben er 12 en daarvan hebben we er al 3. Dus laten we even nog 3, dat is makkelijker rekenen. Zo, hup. Hebben we 6 en dan nu nog... Wat ging hier mis? Daar ging heel veel mis. Ik heb mijn audio zo ingesteld dat jullie systeemgeluiden en zo niet kunnen horen. Maar ik kreeg toch net een hele gekke bliep. Oei. Agenda melding. Uitstellen die zooi. gaat Minecraft weer? Oh. Doet u eens normaal. Waarom knalt Minecraft eruit? Vind ik echt verdrietig, gewoon. Water. Zo. Dan denk ik dat ik gewoon eventjes... En daarna moeten we alle hoppers gaan maken. Daar heb ik nog niet eens echt over nagedacht. Plop. 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 Als we hem dan nu aanzetten... Dan stroomt overal. Nee, op deze laatste stroomt geen water, lijkt wel.
En daar zit helemaal niks in. Oplichting. Zo. Oei. Zo. Nu klopt hij helemaal. Prachtig. Dan doen we hem nu de ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We hebben precies genoeg. Daar hou ik wel van. Dat we eventjes mooi genoeg hebben. Dan jagen we hier even naar beneden. En dan gaan we daarna het hopper systeem aanbrengen. Plop. 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 Dus dan zitten daarin in. Daar, daar, daar. Daar en daar. Ja, er zit overal als het goed is nu wat in. Ik ben te lui om het te testen, dus we zien wel als het zo meteen fout gaat. Dan heb ik nog een bucket nodig met water. Omdat we... Even kijken. Ik moet precies wel een crafting table hebben, anders kan ik ook even lekker veel maken. Zo. Dat wordt dan nog een soort testfase. Maken we hier eventjes zo. Oké, dan kan ik dan het best van daar naar daar laten lopen. En dan komt daar niet eens. Wat was dat? Ik hoor wel vaker kinderen, een soort van kleine meisjes, schillen in Minecraft. Maar ik heb geen idee. Het zit erin sinds de nieuwe cave. Jemig. Ik kan ook Nederlands is een lastige taal, jongens. Sinds die Cave & Cliff update hoor je af en toe gewoon gillende meisjes of zo in Minecraft als je onder de grond bent. Het is best wel scary en vreemd. Scary. Ik snap niet waarom ze dat erin hebben gedaan. Het is niet echt uitnodigend of zo om dan Minecraft te spelen. Het is natuurlijk wel nog steeds wel een leuk spel, maar zoiets zou je eigenlijk gewoon uit willen zetten, want het slaat compleet nergens op. Hop, sticks, 3 signs, dat is veel te veel, maar oké. Van de rest ga ik chests maken. Waarom? Omdat we kisten nodig hebben voor opslag. En om hoppers van te maken. Zo. Dit zijn nogal veel kisten. 33, prachtig. Dan ga ik sowieso van 6 ga ik hoppers maken. Even zo. Nou, we 6 hoppers. 27 kisten, dan komen we wel even ergens, denk ik. Die heb ik niet nodig. Die heb ik wel snel nodig. Dan gaan we nog een emmertje water halen. Dat is wel nuttig. Zo, voor daar beneden. Kan ik niet rennen? Ja, dit heeft echt urgentie om te bouwen, joh. Oh. Ik heb zo vaak dat ik gewoon niks te eten heb in Minecraft. Water. Heel random staat daar nu water. Dat is wel geinig, vind ik zelf. Daar hou ik van nutteloze dingen. Zo. Mag ik dat blokje steen even? Bedankt. Zo. Oh joh. Water. Daar ook. Nee! God no. En hoe we nu toortjes mee gaan nemen. Of had ik die al? Ja, die heb ik al beneden neergelegd. Er lopen daar gewoon creepers rond. Dat is echt creepy. Daar heb ik niet om gevraagd. Ik vraag om veel, maar niet om dat soort stinkwezens. Hier 21, die had ik nog. En hoe we het dan eventjes allemaal gaan verlichten. Als dat daar spant, dan... Ook een zombie. Wat pakt die zombie opeens op dan? Doet u eens even normaal. Hop. Neem mijn hout terug. Die heb ik nog nodig. Deze aflevering. Even kijken. Ik denk niet dat hier sowieso genoeg ruimte gaat zijn om dit hier nog onder te bouwen. Dus daar komen de spulletjes lekker. Oh, bedoel. Daar komt alles lekker naar beneden vallen.
En dan lijkt het me cool, maar ik ga maar even kijken. Heb ik nog een... Ja, ik heb nog. Mooi. Dan ga ik hem even weghalen. Dan plaats ik er een kist onder. En dan ga ik kijken of mijn ideetje werkt. Van als het zo... Oei, dit gaat ook helemaal niet werken zo. Ik heb het echt helemaal mislukt zo. Dus het valt daar... Oh. Ja, zoveel problemen als je iets fout doet, hè. Zo, dus daar valt steen in. En dat valt daar naar beneden. En dan valt het op de hopper. En de hopper die eet het op en stopt het in de kist. Geweldig, prachtig. Zo. Dan werkt mijn idee. Dan stoppen we daar ook een kist. En dan gaan we nu nog verder de grond in. Zo. En dan... Zo. Oh, dit wordt echt wel diep en groot. Het zou ook misschien wel eens nuttig zijn om een automatisch sorteersysteem hier te maken. Maar dat is voor de toekomst misschien wel een keer leuk. Voorlopig ga ik toch alleen maar... Ja, oh, dat is echt fijn. Ik heb één aardappel gevonden. Eén aardappel hadden we nog. Dat is heel belangrijk voor ons aardappels. Zo. Oh, dat is precies geen... Oh, en dan zuigt hij hem daarop. Dat is precies geen dubbeltjest. Zo. Plop. En dan ook daar. Dan vult hij nu als het goed is vanaf de onderste. Zo. Mogelijkheid om erin te komen. Dus dan gaan we nu in een korte timelapse gaan wij eventjes mooi alles... Ja, weet dat farmground van maken. Ik heb daar al water naast gestopt. Daarna gaan we planten. En dan zien we wel wanneer alles mooi vergroeid is. En dan gaan we ook nog even lekker deze afleveringen uittesten. Dus veel plezier met het kijken naar de timelapse. Nou, dat was dan alweer de timelapse. Ik heb iets meer gedaan en naast de planten. Het is bijna allemaal volgroeid, maar in de tussentijd wil ik eventjes de eitjes oppakken die gegroeid zijn. Daar komt helemaal niks uit. Oh, er is een kip ontsnapt. Oh, met zaden was dat toch altijd dat je kippen kon lokken. Kom maar. Kom maar. Jij moet even weg. Kom maar, zo, op, ben je er doorheen. En dan mogen jullie weer eventjes heel veel plezier samen hebben. Hop, en dan moet iedereen hier even bij de deur weg. En dan geven we jou eventjes alle overige zaden. Zo. Ben je weer net waarschijnlijk niet volwassen. Hop. Ja, nou, en nu jij aan de kant. Oh, gaat een kleine jong bijna er vandoor. Hup. Nog een ei, gebeurt helemaal niks. We hebben hier nog een ei. Gebeurt ook helemaal niks. Maar jullie stinkdieren. En ik geloof dat alles zo'n beetje volgroeid is. Ik weet dat beneden ook aardappels hebben staan. Kunnen we dat een beetje, een klein beetje zien hier? Nee, maar daar gaan we wel vanuit dat die ook gewoon volgroeid is. Dat zouden we hier misschien aan de randjes een beetje kunnen zien. Dus we gooien er zo water overheen. En er gebeurt letterlijk deels niks mee. Wat gebeurt hier?
Is dit opeens steen geworden of zo? Hoezo komt dit water hier niet verder? Huh? Hier gaat even wat enorm fout, geloof ik. Ik moet even die hendel opnieuw overhalen, denk ik. Ik denk dat het met de aardappels wel gelukt is. Huh? Hoe komt het water daar niet verder? Dit sloopt alles. Zo. Hier, dat moet er gebeuren. Wat gaat hier mis dan? Heb ik nou precies al die dispensers voor precies niks gemaakt? Ja, daar wordt het, daar krijgt dan zo'n. Hè? Gek. Hier gaat wat mis of zo. Oh, kom hier, stom deurblok. Wil ik hier ook even overheen kunnen lopen? Als het even kan, hop. Hup, en nou is er weer water. En nou is dat weer weg. En nou is er weer water. Dat zou toch. Er komt ook opeens. Oh. Ze voelen zich gewoon opgelicht. Ah. Is dit soms waar om het allemaal stuk gaat opeens? Dat het. Wat is het? Ah. Het gaat echt. Ik snap dit niet. Het gaat echt een beetje heel erg stuk. Dan haal ik het nu nog wel even voor één keer weg met de hand dan. Het doet overal doet het een beetje half. Nou, hop. Zo, hop. Dan gooi ik hier even alles op de grond. En dat heeft ook helemaal geen zin. Dan gooi ik het wel gewoon allemaal hierin. Er staat vast nog wel wat bovenaan. Maar dat regel ik later wel een keer. Gaat mijn ho ook. En dan daar staat nog wat. Dan gaan we even naar beneden. En dan zien we dat. Oh god. Hier is het ook allemaal misgegaan. Nou, de aardappeltjes. Hup, komen ook mee naar beneden. Als uiteindelijk alles goed werkt. En hij kan het niet verwerken. Het gaat precies allemaal even veel te traag. Nou, hier, dan neem ik wel eventjes een beetje over, joh. Zo, hier. En dan zou het ooit zo moeten eindigen. Als hij alles zo. En dan uiteindelijk belandt het hier. En dan hebben we hopelijk veel voedsel in de komende afleveringen. Dit is nogal gek. Dus ik ga hier even naar kijken. Misschien is het gewoon een simpele bug, want het lijkt wel steeds vast te lopen op dat soort punten. Misschien is dat het probleem. Misschien heb ik hem gewoon veel te breed. Hij gooit zijn emmers eruit. Hoe heeft hij dan überhaupt zijn water opgenomen? Dan gaat hier zoveel mis, hè. Dit raakt echt alles. Nou, ik ga kijken of ik dit achter de opnames kan fixen. We hebben hier wat gedaan. We hebben flink vooruitgang geboekt, als we het vooruitgang kunnen noemen, want het werkt nog niet in de buurt van. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken.
naar deze video. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker en dan hopelijk werkt in de volgende aflevering de automatische farm. En hebben we heel veel eten? Ik hoop van wel. Zie je daar.